Yo mensen, hey, daar zijn we weer. Kijk even waar we staan, dat valt natuurlijk gelijk direct op. De Taj Mahal, we staan in Agra. Het is echt een fucking mooi ding. Een mooi plaatje. Ja, je ziet altijd foto's en dergelijke, maar het is echt een mooi ding. Ik snap nou ook waarom je altijd foto's vanaf hier ziet, omdat je tot hier mag filmen. Tot hier mag foto's maken en daarbinnen niet. Ik ga dat wel proberen te doen. Gewoon om eens even te kijken, maar ik denk niet dat het mag. Waar te beginnen? Ja, we zijn echt. De laatste vlog is echt een aantal dagen geleden. Toen zaten we in Amritsar. Het was aan de grens bij Pakistan. Esther was daar niet bij, want die had last van de tand. Nou, dat is nog een heel verhaal. Ja, bij de grens wel, maar niet bij het eten. Ja. Ik was niet bij het eten, helaas. Ja, en toen, ja, dat ging eigenlijk echt niet meer. Toen hebben we de bus. Nachtbus. Hebben we genomen naar Jaipur. Dat was ook nog een hele ervaring. Oh ja, dat was die sleeper. Dat was die sleeperbus. Dat was een bus met allemaal cabines. Yeah. Waar je dan gewoon in kan liggen. Dus het is gewoon een bed. Wel een tweepersoons bed. Maar ja, ik ben natuurlijk te lang. Dus ik kan niet liggen. En die bus die ging op en neer en op en neer. Dus, niet te doen. Nee, niet echt geslapen. Maar goed, wel toch uitgerust. Wij in Jaipur. Esther, dat ging echt niet meer. Dus het eerste wat we gedaan hebben is een tandarts gezocht. Ja. Privékliniek, want dat hoorde ik uit Nederland dat je dat moest doen. Ja, die heeft gekeken. Een beetje geklopt op die tand. Nee, moet eruit, zegt hij. Infectie. Okay. Oh ja, infectie. Dus we moesten 2 uur laten terugkomen. Een beetje bellen in het Indisch. Nee, chirurg was gebeld. Om 2 uur moesten we terugkomen. Dus 2 uur later wij terug. En nou, zo'n ventje met een of ander dom metalen blik. Emmertje. Toen zat ik op de stoel, toen hoorde ik nog achter me... om welke tand gaat het eigenlijk? Toen dacht ik, oh jongens. Ja, het was bizar. Wat een drama. Maar goed, Esther heeft dus de verstandskies laten trekken in India. Maar het is eigenlijk goed gegaan. Het was een mooie kliniek. Hij was heel lief, toch? Hij zei echt van, heb je nu een beetje meer vertrouwen in de Indische, nee, in de tandarts? Ik zeg nou, vooral in de Indische tandarts. Ja. Nou, antibiotica 3 dagen slikt, die zijn ook inmiddels voorbij, dus je bent nu klaar. Dus als het goed is, je voelt je een stuk fitter, toch? Ja, het gaat wel echt beter nu. Ja. Nou, wat hebben we in Jaipur gedaan? Het is best een mooie stad, het staat bekend als de Pink City. Was niet echt pink. Nee, het was oranje, heel apart, maar goed. Maar het was wel leuk, we hebben een aantal paleizen bezocht, we hebben de Wind Palace bezocht, we hebben de Water Palace bezocht. We hebben daar gehoord dat je Elephant Sanctuaries kan doen. Dus gewoon we hebben dat vorig jaar samen ook gedaan in Thailand. Ja. Het was super relaxed, met een olifant. Dat was echt mooi. Ja, wassen, schrobben in de modder, eten geven, et cetera. Dus wij kwamen daar aan, we zijn er ook heen geweest. We hadden een tuk-tuk voor een hele dag geregeld. En we zijn daarheen geweest en we kwamen daar binnen. En nou, die mandjes op die olifanten en wat is iets, nee, dat moeten we niet doen. Ik vind het allemaal prima, ik vind het leuke beesten. Maar... Het was ook een beetje raar, er stonden maar 2 olifanten en hij vertelde, ja, ik heb er eigenlijk 11, maar er zijn er nu 9 aan bruiloft en het was gewoon een beetje een rare sfeer. Ja, en hij bleef zeggen, nou, this is not a prison. Ja. We proberen hier geen geld te verdienen. Toen dacht ik, ja, waarom stuur je ze dan in godsnaam naar een bruiloft? Je verdient daar toch aan. Het was gewoon een beetje apart. We zijn er uiteindelijk weggegaan. Dus, ja, we hebben dat dus niet gedaan. Aan de hand daarvan... Beetje Indisch gelul tussen die gasten. Werden we een soort gedropt bij een fabriek. En ik vond dat eigenlijk fucking vet. Het was een fabriek, een textielfabriek. Waar alles handgemaakt werd. Dus zoals het bij ons 100 jaar geleden ging. Daar gaat het nu nog steeds daar zo. En dat is echt, ik vond het echt waanzinnig om te zien. En op een gegeven moment. Eerst met allemaal soort kleden. En later met vloerbedekking. Met tapijten. En dan zag je dus hoe zo'n gast dat maakt. En ik heb dat gefilmd, ik plak dat hier ook achter. Heel vet. Hoe zo'n gast dat maakt. Die vent is super snel. Het is echt wel een mooie Indiër om te zien. En ik vraag hem op een gegeven moment, joh, kan je dat eens rustig aandoen? En ja, het is een hele simpele beweging, maar hij doet het zo snel, joh. En dan, het is echt een vak apart. En allemaal verschillende soorten technieken. Of nee, niet technieken, maar wel materialen. Stoffen en prijzen. Het is echt vet. Afbeeldingen. Dus ze hadden ook heel veel uitgelegd over dat ze ook handelen met HEMA bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Nou, uiteindelijk 1,5 uur verbleven. Niks gekocht. Niks gekocht. Helemaal geen... Kijken, niet kopen. Geen cent kwijt. Het was wel heel veel nee zeggen. Maar echt een fucking vette ervaring. Vond ik echt heel vet om te zien. En toen zijn we naar een monkey tempel gegaan. Dat was een tempel die helemaal niks voorstelde. Dat was echt helemaal niks. Maar dat waren heel veel apen. Nou, die foto's die staan op Facebook bij jou en op Polar Steps bij ons allebei, geloof ik.
Ik zal de Polar Steps link nog even in de beschrijving zetten hieronder. Daar kan je eigenlijk de meeste foto's vinden van de verhaakte fabriek. We zijn ook naar een fort geweest in Jaipur. Het was wel echt een mooie stad. We zijn er 3 dagen geweest. Van een heel leuk hostel. Ja. Veel mensen ontmoet. Echt leuke mensen, ook Nederlands en niet-Nederlands. Kwamen overal vandaan. Het was echt heel gezellig. Ja. Voor het eerst is even een paar keer echt bier gezopen. Omdat dat toch wel een ding is in India. Nou, Jacob gaat morgen weer zuipen. Of overmorgen zuipen. Want dat kon niet met de antibiotica. Nee. Ja, en dan zijn we nu in Agra. Met de Taj Mahal. Er is eigenlijk... Ja, er zijn wel wat dingen meer te doen dan dat. Maar de Taj Mahal is het meest interessante ding. We gaan hier ook alleen Taj Mahal kijken. En we hebben vanavond een bus. Ook weer een sleeperbus. Ook weer zo'n bed. Hebben we naar Varanasi. En Varanasi is de heiligste stad eigenlijk van heel India. Dat wordt ook wel heel... En daar heb je dus ook die lijkverbranding. Dus dat gaan we daar eens bekijken. Ja. Ja. Hoe voelen we ons? Nou, een stuk beter. Nu is het alleen 6 uur 's ochtends, dus we zijn nu een beetje... Ja, we zien er een beetje verkrekt uit misschien, maar het is... Maar verder gaan we... We wilden dus ons ondergang zien, maar het is zo bewolkt als fuck, dus dat lukt niet. Dat werkt ook niet. Maar we zijn er wel, hè jongens, dus op zich... Nee, het is heel leuk. Niks te klagen. We gaan even naar binnen, want ik ben heel benieuwd hoe het binnen is. Het ligt aan de rivier, dus misschien dat we nog de vieze rivier gaan maar kijken. Ik plak even dat stukje van die werker erachteraan. Dat is echt best wel vet om te zien, vind ik zelf. En dan zien we jullie volgende keer in Varanasi. Toch? Ja. Oké. Okay. Hoi, hoi. Later. Everybody wants to be famous. Yeah. Maybe half of the world have his videos. Everywhere from the world people are taking his videos and photos. So can you do it slowly? Bilkul dheere karke dikhao. When I tell him to go slow, his hand is shaking. While he don't used to do it in slow. And when he work normally, he don't shake hand. Thank you. Maybe, if you don't mind, maybe, as a good deed, anything